Een hele goede morgen. We hebben een drukke ochtend erop zitten. Jordi wilde niet eten. Fysio is langs geweest. Jordi was veel te moe. Dus fruithapje heeft hij overgeslagen. En ik heb hem net even een fles gegeven. En hij ligt nu op bed. Hij was ook heel chagrijnig bij de fysio. Dus ik heb ook niet gefilmd. Want dat... dat is gewoon niet prettig. Voor de fysio niet, maar ook niet voor Jordi. En ik heb ook gewoon intensief meegedaan met de fysio, omdat Jordi dat nodig had. Want anders deed hij helemaal niks. Het stofzuigt, ik ga zo eventjes dweilen en even wat eten en de video uploaden. En dan zal Jordi wel weer een keer wakker zijn. Ik weet het niet, hij slaapt nou wel vroeger als normaal, dus ik denk dat hij ook wel iets eerder wakker is. Ach ja, het is nu ook een stuk koeler, dus het is ook wel fijner voor het manneke om nu te slapen. Nou, Jordi is inmiddels wakker. Ik heb ook nog even een half uurtje mijn oogjes dicht gedaan, want ik was moe. En Jordi die heeft even geslapen. Dan heb ik een fruitsoepje gemaakt. Gewoon lekker dat hij wat vocht binnenkrijgt, want zoveel heeft hij nog niet gegeten vandaag en gedronken, want hij wil steeds niet. Nou krijg ik dat fruitsoepje enigszins naar binnen, want ja, dat vindt hij enigszins lekker. En dan gaan we dit heel eventjes nog geven. En dan gaan we daar even naar de winkel. Ik kan nou doen alsof hij de hele bak fruit heeft opgegeten, maar nee. Hij heeft... er een paar happen van gegeten en toen wou hij gewoon helemaal niks meer. Nadat ik de camera uit heb gezet, nog een paar keer goed geprobeerd. Op de manier zoals we dat altijd doen. En meestal gaat hij wel eten, maar vanochtend wou hij ook niet eten. In de winter zeg ik normaal, oké, jij wil niet eten, prima, dan eet je niet. Je hebt vanzelf honger. Hij geeft dat ook... als hij echt honger heeft, geeft hij dat ook wel aan. Maar omdat het nu zo'n warm weer is, vind ik gewoon dat hij, omdat hij al met zijn darmen zit, moet hij gewoon vocht binnenkrijgen. Dus ik heb een flesje gemaakt, want ik weet dat als ik soep had geprobeerd, dat hij het ook niet gegeten had. Inmiddels is Niels thuis. Die is met Jordi ruzie aan het maken. Want Jordi heeft dezelfde acties bij mij als bij Niels. Dus, ik weet niet wat hij vandaag heeft. Hij heeft vandaag ook nog niet gepoept. Maar gisteren weer 3 keer zoveel. Goed zo. Oh, ik moet me eigenlijk als clown gaan gedragen. Is het dat? Toet toet. Ik denk dat Niels ook iets meer geduld heeft dan dat ik heb. Jordi heeft lekker flesje gehad en hij ligt nu te slapen bij mij. Dus dan gaat hij zo lekker naar bed. En dan is de dag weer bijna om. Goedenavond, we hebben genoten. Bij deze Anna en Bas, ik weet dat jullie kijken. We hebben niks. Wij wisten niks. Wij wisten echt niks. Oh. Welkom thuis. Welkom thuis. Ze zijn nu nog bezig. Yes! Voor de rest. Het is iets met trouwen en 17.000 post-ups. Dus. Ja, voor de mensen die niet weten waar het over gaat, Bas en Anne waren vrijdag getrouwd. Ze hadden niks gedaan. Bas en Anne zijn nu weg, inmiddels weer thuis. Dus ik ga niks kenbaar maken, omdat ik ook weet dat Anne dit ziet. Mm-hmm. En sorry Anne, we wisten echt van niks. Wij gaan lekker slapen. Ja, het was wel je naaste feest, of niet? Ja, ze hadden veel lol in. Ja, maar dat moet ook. Maar nogmaals, Anne, Bas,
Wij wisten echt van niks. Ik hoorde nog een confetti-kanon, dus... Ja, ik denk dat ze genoeg op te ruimen hebben. Ja, gelukkig komt deze vrijdag pas online, dus... Dus als iemand nog een notitieblaadje nodig heeft... Dan moeten ze zich maar even melden bij Anne en Bas. Die hebben er nog ongeveer 17.000, dus... Ja, het was wel een hele hoop, hoorde ik. Ja, ze hebben echt alles beplakt. Van de luxe flex tot... Je kan het zo gek niet bedenken. De complete muur van de woonkamer. Ja, ze hebben echt alles beplakt. De keuken. Ik ben blij dat ik niet, dat ik al getrouwd ben en dat vrienden van ons niet zo snugger zijn en dat wij altijd thuis zijn. Mm-hmm. Of tenminste, ik ben altijd thuis. Maar goed, wij gaan lekker slapen. En morgen weer een nieuwe dag. Welterusten. Een hele goede morgen. Niels is natuurlijk alweer werken. Ik ben Jordi zijn ontbijt aan geven. Ik hoop dat hij beter eet dan dat hij gisteren heeft gedaan. Hij heeft gisteren wel normaal avond gegeten met Niels samen. Ik hoop dat het vandaag wat beter is. Hij had zijn luier afgekregen in bed, dus hij heeft zijn matras ondergepiest. Dus die heb ik schoongemaakt, schoongeschropt net. En nou is hij aan het drogen, dus ik hoop dat hij een beetje droog is. Ik heb de waaier alles erop gezet, dus ik hoop dat hij enigszins droog is. Maar ik ga heel eventjes Jordi verder eten geven. Hoezo nee? Yummy, yummy, stokkie, stokkie. Happen. Jullie kunnen met stokjes eten? Jawel, happen. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Lookie, lookie, happen. Bimmy. Bomba, nyam, nyam, sticky, stokkie. Happen. Hij is goed aan het eten, zoals jullie zagen. Wij zijn net naar de winkel geweest. We hebben heel eventjes muggenspul gehaald, want Jordi is helemaal lek geprikt. Ik ben ook lek geprikt. En dan had ik het advies gekregen om het op het matrasje te spuiten. Zodat het niet, zeg maar, op hem zit. Dus, dan gaan we maar eens proberen, want, gaan. Want hij heeft een waaier op zich staan. En... Ze zeggen, bij mij heeft het altijd gewerkt. Ik zat nooit onder de muggenbulten. En nu? Ik word er niet goed van. Zelfs toen ik zwanger was van Jordi. Niet vorige zomer, maar die zomer daarvoor. Was het lang niet zo dat ik zeg maar zo erg geprikt ben. En dan kun je zeggen, klamboe enzovoorts enzovoorts. Maar ik voel me eigen dan heel erg opgesloten. Dus ja, nee, dat werkt. Voor mij werkt dat niet. En ik weet dat Jordi ook niks ervan houdt om boven op zich te hebben, want hij ziet dat niet goed natuurlijk. Wij hebben geknuffeld, gespeeld, nog een keer knuffeld, nog een keer gespeeld. En nou heeft hij lekker zijn flesje op. Hij eet vandaag best goed. I'm happy. Nou ligt hij lekker te snurken. Zijn bedje was gelukkig droog. Die heb ik ook opgemaakt. En dan gaat hij daar lekker slapen. Of hij slaapt al, maar dan gaat hij daar lekker een bedje in. Oh. Er is iemand wakker. Hey, blij spruit van me. Hi. Ja, boem. Ja! Ga hem uit bed halen en even een soepie geven. Nou, maar nu weer soepie. Ja!
Niels is inmiddels alweer thuis. En die is heel eventjes lekker Jordi in voeten bad aan het geven. En Jordi heeft nog eten op zijn wang zitten. Hij vindt het volgens mij wel fijn. Ik ga even de camera draaien. Voelen. Is het een beetje koud? Ja. Het water was 26 graden of zo straks. Ik zal eens kijken. Moet voelen. Ja, 26,5 graden of zo. Eng. Ja, ik vind het wel leuk. Rompetje nog natter. Hij is net ook wel nat. Ja. Het is weer tijd voor Jordi's flesje. En dan gaat hij daar lekker in zijn bedje. Ik hoop dat hij vanavond wel goed doorslaapt. Niels is even weg. Nou, het is voor het iedere avond krent hier. Elke avond na een half uur begint hij ineens te janken en te schreeuwen en te doen. En niks is goed. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Heel de dag gaat goed. En dan 's avonds na een half uur dat hij slaapt, begint het dit. En dan is het nu nog rustig. Want hij is net aan het schreeuwen geweest. En dan loop ik met hem op mijn arm, is hij even rustig en dan begint het weer. Ik weet niet of jullie ons een beetje kunnen zien. Maar hij ligt nu hier naast mij. En hij is weer rustig. Ik ga nog heel even wachten. En dan ga ik hem in zijn eigen bedje weer leggen. Jordi slaapt eindelijk. Wat er nou elke avond voor het aan de hand is, dat weet ik niet, dat weet Niels ook niet. Buikmassage geprobeerd, alles geprobeerd, reageert niet daarop, dus of het buikkrampen zijn, of wij kunnen het er gewoon niet uithalen. We kunnen het er gewoon echt niet uithalen. Ik heb zelfs een vriendin, Bianca, heb ik gebeld. Ik zeg, Bianca, ik zeg, kan het in fase zijn? Nou, we weten het gewoon niet. Maar de reden dat het voor mij gewoon zwaar is, Jordi is kant 11 kilo. Ik sjouw heel de dag met een kind rond van 11 kilo. Hij kan niet fatsoenlijk kruipen, hij kan niet fatsoenlijk lopen, werken we allemaal aan. Ik ben ook heel de dag met hem in touw om dat te oefenen en om dat allemaal te stimuleren enzovoorts. Ben ik de hele dag mee bezig. Maar ook voor mij houdt het een keer op. Ik heb lang getwijfeld om dit er toch in te doen of eruit te halen. Dit is niet om negatief te doen. Helemaal niet zelfs. Ik wil helemaal niet negatief zijn daarover.
Maar ik heb fibromyalgie, ik heb spierenweken delenreuma. Ik al vanaf mijn 18e. Ik heb daar heel lang heel goed mee om kunnen gaan. Ook na de bevalling en alles is dat eigenlijk wel goed gekomen. Maar nou Jordi dus zwaarder wordt, begin ik daar de lichamelijke problemen van te ondervinden. Voor mezelf. En nogmaals, het is niet om negatief te doen, maar het is gewoon af en toe gewoon zwaar. Nogmaals, het is niet om zielig te doen. Ik wil gewoon even duidelijk hebben waarom het zwaar is voor mij. Het is niet zo dat ik zoiets heb van, hè, dat doen we even, helemaal niet. Dat heb ik vanaf dag 1 nooit gehad. Wat ik wel vanaf dag 1 heb, is dat ik positief probeer te zijn. Ben ik niet altijd. Mensen om me heen weten dat ook wel. En ja, ik kan mensen om me heen bellen voordat dadelijk die vragen komen. Nee, dat doe ik niet. En waarom doe ik dat niet? Laat ik het gewoon even heel hard zeggen. Ik wil niet het idee hebben dat ik Jordi bij iemand opzadel. En nou doe ik dat ook niet bij iedereen. En veel mensen zullen tegen mij zeggen van, je bent niet goed Mandy. Weet ik, ben ook niet goed. Maar voor mij is het gewoon af en toe heel zwaar. En nogmaals, het is niet om zielig te doen. Dit is niet om te zeggen van, oh, kijk ons. We hebben het zo slecht, want dat hebben we niet. En hij heeft hele periodes gehad waar hij gewoon door heeft geslapen. Hij heeft ook een periode gehad dat dat niet zo was. Toen hebben we hier iemand uit de straat. Die was daarmee bezig met slaapdingen. En die heeft ons ook goed geholpen hoor. Dus ja, daar hadden we ook zeer zeker aan. Iets aan. Maar we passen het nu ook gewoon toe. En op de een of andere manier werkt dat nu niet. Hij wil niet geschommeld worden. Hij wil niet... Nee, hij wil alleen maar rondgelopen worden, meneer de koning. Ja, en soms is dat gewoon even te veel voor mij. Na een hele dag wachten zijn de buren eindelijk thuis. Ja. Daar waar wij dachten dat Anne heel kwaad zou zijn, was de reactie van Anne echt gewoon onbetaalbaar. Ze vond het helemaal geweldig en ze zitten nu al op een plannetje te beramen wie ze terug gaan pakken als de vrienden van hun weer gaan trouwen. Ja, dat kun je op een briefje geven. Ja. Nee, ze hadden echt alles helemaal volgehangen met post-its. Oh, 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 oh. Heb jij nog een biertje met hun gedronken? Ja. Ik lust geen bier, dus ik heb er gewoon even bij gestaan. En ze zijn weer terug van Disneyland, dus ja. De gezichten waren echt onbetaalbaar. Ze hebben van de week nog wel even wat werk, denk ik. Ja, die hebben nog wel wat werk. Nou, wij gaan in ieder geval nou slapen. We sluiten deze ups en downs ook af. En wensen jullie welterusten tot de nieuwe ups en downs. Welterusten.